De Youth Rock Foundation heeft gisteren in verband met Moederdag enkele moeders die op de kraamafdeling liggen van Academisch Ziekenhuis Paramaribo in de bloemetjes gezet. De organisatie heeft de moeders voorzien van een moeder- en babykit voor onderhoud van hun baby in de eerste paar maanden. Elisa Doorson en Nancy Fient, respectievelijk coördinator Welcome to Motherhood Project en teammember, geven aan waarom de organisatie heeft gekozen om moeders in de bloemetjes te zetten. De reden waarom de moeders, omdat de moeders in principe een belangrijke schakel zijn binnen een kinds leven. Toch? En gezien de moeilijke situatie momenteel, zijn er heel veel moeders die het zwaar hebben. En waardoor ze het niet kunnen permitteren om babyspulletjes te kopen. Bijvoorbeeld blikmelk is heel erg duur. En dat zijn een van de producten die we in onze pakket hebben. En babyluiers natuurlijk. Dus vandaar. En het is in principe ook het doel van de organisatie om ook een project samen te stellen voor de vaders. Wat het wordt weten we nog niet, maar het is de bedoeling dat we de vaders ook in de bloemetjes zetten. Dit is de derde keer dat de organisatie zo'n project uitkiest en ook de eerste keer dat ze voor moeders van het ACP hebben gekozen.